Beste mensen, we hebben op 8 maart 2021 de launch gehad van onze COVID-informatiecampagne. Met betrekking tot de vaccins en alles rondom de bereidheid om het vaccin te accepteren. We hebben gisteren, dus op 8 maart 2021, ook aangegeven wat de slogan is van onze campagne. Namelijk, Libi Lange, laat je dus vaccineren. Of laat je vaccineren. En dat hebben we gekozen. En uiteraard is het belangrijk, omdat ik als minister van Volksgezondheid enige berichtgeving heb gezien, zien langskomen, waarbij mensen zich bijna zeggen van, is dat wel een goede slogan? En ik vind het toch belangrijk als minister om het even toe te lichten. Wanneer we zeggen Libi Lange, laat je vaccineren, dat betekent het dat wij bedoelen dat wij niet willen hebben dat u COVID-19 oploopt. Omdat we hebben gezien, vooral als u tot een kwetsbare groep behoort, dat als u COVID-19 krijgt, de kans groot is dat uw leven eindigt met de dood of met een ernstig letsel. Zin van een ernstige complicatie. Wanneer wij dus zeggen, laat je vaccineren, waardoor je eigenlijk zegt, ik kan daarmee langer leven. Uiteraard geeft het vaccineren op zich geen garantie dat je ook langer leeft. Zo moet het niet gebracht worden. En daarom wil ik deze statement maken om hierbij aan te geven dat wij nimmer bedoelen te zeggen dat als je je laat vaccineren, je gegarandeerd langer gaat leven. Ik zeg het in een statement omdat het mijn aandacht wel heeft getrokken en ik vooral als medicus, als arts, me wel zorgen maak hierover. Nogmaals, Libi Lange, laat je vaccineren, wil zeggen, we streven allemaal naar een lang leven. We streven allemaal ook naar een lang, maar bovenal gezond leven. Het heeft nimmer zin om 80 jaar te worden en vanaf je 40ste met een blijvende invaliditeit te leven. Daarmee gaat de kwaliteit van je leven ook achteruit. Je leeft misschien langer, maar de kwaliteit is heel slecht. Dus wij zeggen, wil je in ieder geval van COVID-19, niet door COVID-19 niet overlijden of een complicatie oplopen, laat je liever vaccineren. Met name als je behoort tot een kwetsbare groep of een risicogroep. Zoals bijvoorbeeld ouderen onder ons boven de 60 jaar. Of mensen met een onderliggende aandoening. Of mensen die risico's lopen tijdens hun beroep. Vandaar dat u ook ziet dat bij het vaccineren we gestart zijn met de risicogroepen die we als eerst vaccineren. Op dit moment, 9 maart 2021, zijn we bezig volop de registratie van vaccins, van vaccinaties op te nemen. Iedereen heeft de gelegenheid om zich te registreren. En ieder moet zich registreren. Wilt u het vaccin, registreer je. Dat kan op de website laatjevaccineren.sr. Maar die 20-jarige jonge man die zich net heeft geregistreerd, moet ook wel begrijpen dat omdat u nog niet tot een risicogroep geclassificeerd wordt, u nog niet in aanmerking zal komen voor het vaccin. We zijn nu op dit moment bezig met de groep van 60-plussers. Dus wij stimuleren ieder om te registreren, maar op dit moment, de personen die gevaccineerd worden, zijn de 60-plussers. Geen andere groepen. En uiteraard, als we door onze 60-plussers heen merken dat er weinig animo is of minder mensen zijn, gaan wij ook naar de volgende groep. En we werken ook zoveel mogelijk simultaan door verschillende groepen heen, omdat wij onze vaccins ook niet willen verspillen. Het is niet de bedoeling van de regering om vaccins te laten vervallen en op een gegeven moment te moeten vernietigen. We willen ook geen vaccins wegsturen naar andere landen, alhoewel dat geen probleem zou zijn. Maar we willen wel zo efficiënt mogelijk met onze vaccins omgaan. Daarom hebben wij vanuit de regering, vanuit het ministerie, de opdracht gegeven om het tempo op te voeren van vaccineren. En dat doen we. De meeste ziekenhuizen doen nu al mee.
aantal archidipolen zijn nu ook al betrokken. We breiden uit naar het binnenland op korte termijn. En zo zullen wij over de gehele kustvlakte, maar over het gehele grondgebied, mensen vaccineren. Daarom is het wel belangrijk dat u zich wel registreert. We hebben anno 9 maart 2021 reeds 5000 plus geregistreerd. Maar blijft u zich registreren. Gaat u registreren, want alleen dan weten we wie we moeten vaccineren. Het is niet zo dat u gewoon binnenloopt om gevaccineerd te worden. U moet zich wel eerst registreren. Een andere zaak waar de aandacht van het ministerie van Volksgezondheid nodig is het feit dat een aantal deskundigen, maar ook een aantal personen in de samenleving, vallen over het woord terug naar normaal. We hebben weliswaar geconstateerd dat hier en daar gesproken is over, en met name door bepaalde personen, ook vanuit de overheid, vanuit het ministerie, dat als u gevaccineerd bent, wij teruggaan naar een normaal. Er wordt zelfs gezegd dat de minister stelt dat wij Pagwa dit jaar mogen vieren als je gevaccineerd bent. Ik wil mij hierbij distancieren van die uitspraak of van de info die bekend is of rondgaat. Ik heb nimmer gezegd dat wij Pagwa mogen vieren. Ik heb wel aangegeven in mijn toespraak dat wat willen we eigenlijk als mensen? We willen teruggaan naar die situatie waar we met elkaar kunnen zitten, chillen. Waar we onze oma en opa een brasa kunnen geven. Waar we Oruyari in de binnenstad willen vieren. We willen Pagwa vieren op onafhankelijkheidsplein of waar dan ook. Maar ik heb ook gelijk aangegeven dat dat nu nog niet gaat kunnen. We zijn bezig met die vaccinatiecampagne. En we hebben het keer op keer aangegeven, pas wanneer we grote delen van de gemeenschap hebben gevaccineerd. En dan praat ik over 80% tot 90% van de samenleving. Dat is tussen de 400.000 en 500.000 mensen in Suriname. Pas als we dat hebben kunnen halen, dan pas zal het weer veilig zijn om een beetje te normaliseren. Totdat we dat punt niet hebben bereikt, is het nog steeds belangrijk om de Mohana-maatregelen in acht te nemen. En je te houden aan de maatregelen die de overheid aankondigt. Omdat terwijl we aan het vaccineren zijn, het risico van besmetting nog steeds aanwezig is. Het virus is niet weg. We hebben weliswaar een goede positie nu. We zijn gunstig met de situatie. De COVID-situatie is onder controle, onder goede controle van de regering. Daar mag u trots op zijn als samenleving. We zijn een van de weinige landen in de wereld waar de COVID-situatie onder controle is. Beseft u dat wel? Beseft u wel dat door het beleid van de regering, door het beleid van het ministerie van Volksgezondheid, met betrokkenheid van alle zorgpersoneel en frontliniewerkers, wij vandaag rustig op straat kunnen lopen met inachtneming van de Mohana-maatregelen, maar met een achterliggende gedachte dat de kans op besmetting laag is. Maar die kans is er. Die kans is reëel aanwezig. Want we hebben nog steeds positieve dagelijks in onze testrondes. Dus dat gevaar is nog niet geweken. De oplossing leek wel in zicht met het vaccineren. De beste combinatie is een combinatie van in acht nemen van de Mohana-maatregelen en vaccineren. Dat is de beste combinatie die wij adviseren. Maar gaat u absoluut niet, en ik verzoek u hierbij, gaat u niet in die gedachten en niet mee met de bewegingen waar mensen zeggen, ik ben al gevaccineerd, dus nu kan ik feesten of nu kan ik mijn mondkap afdoen. Nee. U bent gevaccineerd, maar 99% van de samenleving is nog niet gevaccineerd. Dat traject komt wel. En hoe succesvoller wij zijn om meer mensen te bereiken, meer mensen te motiveren om te vaccineren, hoe sneller we op dat punt zijn waar we met z'n allen kunnen zeggen, Udoroja en Nowo Lukusa Aministerie Taki. Zijn we daar om aan te kondigen dat wij veilig over straat kunnen? Maar ik denk niet dat we voorlopig van die mondkapjes afkomen. Helaas. Maar dat mag uw motivatie om te vaccineren ook niet wegnemen.
Ik roep u op vanuit deze plaats. Registreert u zich als u wilt vaccineren. U wordt gebeld door de deskundigen. U wordt gebeld door artsen. Die u zullen oproepen en aangeven wanneer u moet gaan vaccineren. En waar u moet gaan vaccineren. Hebt u enig geduld. Ieder komt aan de beurt. Maar uiteraard willen we niet afwijken van onze strategie. 2. Bezoek de website laatjevaccineren.sr. Daar kunt u alle informatie krijgen. Over vaccinaties, over het fonds, over alle plekken waar gevaccineerd wordt en andere informatie. Verder wil ik u verzoeken nog steeds de Mohana-maatregelen acht te nemen, ter ook al bent u gevaccineerd. En ik doe een beroep op de samenleving dat wij de berichten afwachten met betrekking tot een belangrijk feest, nationaal feest, welke opkomst is, dat is Pagwa. En ik kom heel gauw met een duidelijk statement over Pagwa. Maar ik roep ieder op, ook artsen, public health artsen, om het beleid van de regering te ondersteunen. Brengt u de zaken positief naar buiten. Want ik heb al begrepen dat mensen zeggen dat wij bezig zijn raciale sentimenten te voeden. En dat we uitspraken doen omdat wij Pagwa willen vieren. Dat wij mensen oproepen om te gaan vaccineren zodat je met je vaccinbewijs kan gaan feesten. Dat kan nimmer zo zijn. Als u deze minister intussen kent, weet u dat ik recht door mijn beleid heen ga. Maar ik hou wel rekening met alle gevoelens. Maar niet omdat ik hindoe ben of omdat ik niet een ander geloof beleid, dat ik mijn geloof op de voorgrond zal plaatsen. Het gaat om het algemeen belang. En als iets gevaarlijk is voor de samenleving, dan zal ik het ook zeggen. Dus de statement over Pagwa volgt heel binnenkort.